What the fuck, er staat 13, dus er komt iemand. Er komt, nee. Ja, ik geloof dat daar dus iemand in de lift zit. Hallo PritVIP'ers, leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe aflevering hier op PritV, dagelijkse uploads. Vandaag ga ik iets proberen. Ik sta al een tijdje tegen een buis aan omdat er de wind is en de wind is zwaar kloten. Maar ik ga proberen in de studio's te komen, dat is daar. Daar is dus de studio's en daar is dus een deur. Daar ga ik dus proberen in te komen. Nou, dan gaan we nu naar de studio's. Ik ben net die deur gegaan daar. Alleen ik weet niet hoe ik er naartoe moet. Zo, weet je wat het was? Het was zo fucking makkelijk, hè. Ik ging zeg maar gewoon wachten tot iemand aankwam bij die deur. En ik liep gewoon de deur in. En ik zit gewoon nu al in een traphal. En dan moet ik gewoon nu naar boven gaan, denk ik. Kom, we gaan naar boven. Holy guacamole. Wow, hier kan gewoon een hele horrorfilm worden opgenomen. Ga naar boven. Ik denk dat ik gewoon de trap gebruik. Dat is wel zo handig. Als er brand komt of zo, ga ik gewoon hier uit, weet je. Die deur ga ik dan gewoon uit. Sowieso. Dit is zo raar, mensen. Ik weet echt niet waar ik heen moet. Het is echt alleen maar een traphal of zo. Ik weet niet wat het is. Maar het is super vet. Het is ook gewoon een garage. Wee-o. We gaan gewoon helemaal naar boven kijken wat daar is. Het lijkt gewoon een hele woning of zo wat het is. Hier is wat mensen. Ik ben er net uit die deur gegaan. En de deur staat hier nog gewoon wagenwijd open. Er staan daar mensen. Oh. Er stonden daar gewoon mensen. Hè? Wow. Het lijkt net of ik op de berg van Kalote Plop aan het beklimmen ben of zo. Moet je dit zien, mensen? Ik weet niet wat hier gebeurt, maar er is geen klink. Dus de deur kan ook niet open. Holy fuck. Nou, verder. Blijven doorlopen tot je er niet meer verder kan. Zo, dat is echt een hoge paal. Tere Jantje. Ik ben beter. Ik hoor echt mensen, ik zweer. Ik denk dat ik gewoon de lift ga pakken. What the fuck, er staat 13, dus er komt iemand. Er komt, nee. Die, dat staat op 13. Dus ze gaan eerst iemand anders ophalen. En anders hadden ze mij opgehaald. De lift dan, hè. En ja, ik geloof dat daar dus iemand in de lift zit. En ik ga dan zeggen, hey. Woon jij hier of niet? En ik woon hier niet, dus dan mogen die mensen niet komen. Hier zo, dus. Ik loop nu weer naar beneden. En ja. Oké. Ik sta nu gewoon in een garage. Super vet. What the fuck? Weet je wat grappig is? Ik geloof dat ik dacht dat het een studio was. Maar ik geloof dat het gewoon een soort van woonwijk of zo, of iemand, gewoon een flat dat mensen hier wonen. Maar ja. Dus ja, moet dat? Dan kan die deur niet meer open. Nee? Oh. Je moet een tag hebben. Een tag? Oh ja, nee, ik kwam alleen even kijken, maar. Oh, dankjewel. Oh, deze mevrouw die helpt me even voor de deur. Dankjewel. Ja? Oké. Okay. Oh. Yes, dank u wel mevrouw. Doei doei. Weet je waar ik dus net achter kom? Dat de studio hierachter zit in plaats van hier zo. Dus ik zit nu gewoon helemaal te stressen. Maar dit is gewoon een woonwijk of een woonding. Hier wonen dus gewoon mensen, die hebben hun huis hier. Dus ik zat helemaal te stressen voor helemaal fucking niks, ik zweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie hem nou leuk vonden, doe dan even dat duimpje omhoog. Ik ben nog steeds aan het trillen en dat zie je, want ik vond het best wel eng. Ik dacht dat die vrouw zou zeggen, wat ben jij aan het doen? En nu wegwezen, want het is een woonwijk. Want sommige mensen doen wel een beetje, ja, doen wel een beetje apart daarover. Maar ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En als ik dit vaker moet doen, moet je het gewoon zeggen. En dan zie ik jullie weer later.
Godverdomme, gaat het hier uit?